Per Schuurs, de nog maar 18-jarige Limburger en aanvoerder van Fortuna Sittard, tekende begin december een 4,5-jarig contract bij Ajax. Dit seizoen maakt hij af op huurbasis in Sittard. En die zijn, net als jong Ajax, nog steeds vol in de race voor het kampioenschap in de Jupiler League. Zal ik hem al openmaken? Toen we hoorden dat Schuurs al bezig is met het inrichten van zijn huis in Zuid, konden we natuurlijk niet met lege handen aankomen. Lijkt het je wat om in zo'n grachtenpand te wonen? Tuurlijk, maar dat komt nu nog heel even te vroeg. Wat kunnen wij in Amsterdam verwachten van hem? Ik denk een hele jonge, gedreven verdediger. Sterke vrije trappen heeft hij wel. Ja, echte aanvoerder. Hij kan het team bij elkaar houden, hij pept zijn medespelers op. Zij pikt ook zijn doelpuntjes mee, dus die gaan we absoluut is dat een gemis voor ons. En blijkbaar een aanwinst voor Ajax volgend seizoen. In mijn gevoel lijkt dat hij zo is als Piqué. Zegt Willy Dullens, oud-Fortuna-speler en teamgenoot van Johan Cruijff in Oranje. Dullens kent Schuurs goed en trainde een tijdje met hem. Denkt u dat hij dat aan kan, zo'n vergelijking al met Piqué? Maar bij Ajax komt het natuurlijk wel, krijg je te maken natuurlijk met jongens die misschien wel iets beter zijn op dit moment. En ik vind de leeftijd bepaald, dus zeg maar van 18 tot zijn 20ste. Dan is hij pas eigenlijk echt goed, denk ik, voor top te zijn. Dus hij heeft 2 jaren nodig bij Ajax. En die zullen ze hem zeker geven daar. Dat weet ik, ben ik van overtuigd. Ik heb vaak met Dullens getraind. Hij pikte me vaak zondags thuis op. En dan gingen we in de bossen gaan en een beetje voetballen. En daar heb ik natuurlijk veel aan gehad. Hij zegt, jij bent de nieuwe Piqué. Ja, dat kan. Maar ik ben gewoon Per Schuurs. En ik zie wel waar uiteindelijk het schip strandt. Bij Ajax is sinds de krabbel van Schuurs het een en ander veranderd. Maar zo Keizer ging, Erik ten Hag kwam. Ik heb natuurlijk ook Erik heb ik al gesproken en gewoon een hele goede indruk. En hopelijk dat hij mij de kans gaat geven. Heeft hij dat al toegezegd? Mag jij gelijk naar het eerste? Ik sluit wel aan bij het eerste met voorbereiding. En uiteindelijk zien we wel bij het begin van het seizoen hoe dat staat. Ik heb een beetje het gevoel dat als wij promoveren, dat hij nog wel eens een jaartje hier zou kunnen spelen. Ja. Nou, daar ga ik nog niet van uit. En ik hoop natuurlijk gewoon dat ik bij Ajax 1 ga spelen. Hopelijk gaat dat gebeuren. Ik zou het fijn vinden als je nog een jaar blijft natuurlijk. Maar we moeten wel Eredivisie zijn natuurlijk. Maar de leerschool moet van Ajax komen, denk ik. Wanneer is de laatste keer dat je in Amsterdam bent geweest? Dat is toevallig vorige week geweest. Ik moet een beetje aan mijn appartement werken en een beetje inrichten. En dat heb ik gedaan. Deze krijgt een mooi plekje op de schoorsteen. Nee, op de venster komt te staan. Ja, dat ik altijd ernaar kan kijken.